Wij zijn van EcoRunner Team Delft en we maken de meest efficiënte waterstofauto van de wereld eigenlijk. Ik ben Roos en ik ben Body Production Engineer van EcoRunner Team Delft. Hier naast mij staat Tom en hij was Structures Engineer afgelopen jaar. Twan, ook Body Production Engineer. En Martijn, die was Chief Bodywork afgelopen jaar. Twan en ik zitten in het Bodywork Department en hebben gezorgd dat de auto er nu staat zoals hij hier te zien is. Met het EcoRunner Team Delft willen wij door middel van deze ongelooflijk efficiënte waterstofauto de wereld laten zien wat je kan bereiken als je auto's en je hele energieverbruik efficiënter maakt. En wat je kan doen met groene energiebronnen zoals waterstof. Nou, wij zijn naar 3D-printen gaan kijken voor ons project, omdat we een mal nodig hadden waar we onze auto voor uit konden maken. En eigenlijk zijn we toen gewoon op onderzoek uitgegaan wat voor technieken je allemaal hebt om zo'n mal te maken. En traditionele methodes, die waren wat bekender, maar we kwamen op een gegeven moment ook bedrijven zoals Sea tegen, die mallen konden 3D-printen. En het voordeel van je mal laten 3D-printen is dat het al die arbeidstijd scheelt. En je dus in één keer eigenlijk, zodra die uit de 3D-printer komt, kan je hem gebruiken en kan je je product ervan afmaken. En dat scheelde ons dus een hoop gedoe en zorgde voor een heel mooi betrouwbaar product. Van de mal van Seed hebben wij twee panelen gemaakt die als functie hadden om de voorwielophanging aan vast te kunnen maken. En voor veiligheid om de bestuurder af te schermen van de wielen, zodat hij niet met zijn voeten in de wielen zou komen tijdens het rijden. De mal is gemaakt van polycarbonaat met verknipte carbonvezels. En omdat wij het product dat we in de mal hebben gemaakt in de oven hebben gebakken, is het materiaal fijn, omdat het bestand is tegen de hoge temperaturen. En door het gebruik van koolstofvezels in het materiaal is de uitzetting van de mal ten opzichte van het product ook hetzelfde. En ben dus verzekerd van dat het product wat je maakt overeenkomt met de mal die je hebt gemaakt. De voordelen van deze mal is dat het vrij efficiënt is, omdat we twee producten in één mal konden combineren. Daarnaast is het materiaal recyclebaar, dus een volgend team zou een deel van de mal kunnen omsmelten en opnieuw kunnen gebruiken. En deze mal hebben we zelf vrij weinig aan hoeven doen, dus voor ons vrij weinig arbeid aan. En als laatste kun je de vrij naadloos je product maken, zonder dat je in je uiteindelijke product tekenen kan zien van de mal. Het voordeel van deze mal ten opzichte van de andere mallen die we hebben gebruikt was dat de andere mallen die waren gemaakt van MDF. En die moesten we, voordat we ze konden gebruiken, eerst nog nabewerken. Dus we moesten eerst nog schuren, lakken, schuren, lakken, schuren, lakken. En dat kostte ongeveer een dag per mal. En deze mal konden we eigenlijk gewoon gelijk nadat we hem hadden nagefreesd gebruiken. Ze hoefde alleen nog een beetje teflon tape op en vervolgens kon het carbon erop gelegd worden en kon hij de oven in. Wat het gebruik van de mallen van Seed zo prettig maakt, is dat we de panelen nu uit één stuk hebben kunnen maken. In het verleden waren er drie losse panelen die aan elkaar gemaakt moesten worden. En doordat het nu één paneel is, scheelt het een hoop tijd en moeite. Vanuit de TU hadden we nog niet zoveel ervaring met large-scale 3D-printen. Vandaar dat we contact hebben gezocht met Seed, die ons verder hebben geholpen met het opzetten van een mal en het kiezen van materiaal. En ons adviezen hebben gegeven hoe we het het beste kunnen gebruiken. Met deze auto hebben we meegedaan aan de Ecomarathon, een wedstrijd waarin we tegen teams vanuit heel Europa hebben geraced. Zo efficiënt mogelijk hebben gereden. En er werd dus gekeken hoeveel waterstof je had verbruikt in je pogingen. En het meest efficiënte team dat heeft gewonnen. En dat waren wij dit jaar.